Goedenavond, u kijkt naar U Vandaag. Met het nieuws van maandag 3 augustus. Hij kan zingen als een nachtegaal, grommen als een leeuw en waanzinnig goed dansen. Maar al dat talent betekent wel dat hij binnenkort weg moet uit Utrecht. Musicalster Danny Janga gaat namelijk naar Hamburg. Maar niet voordat hij over zijn passie voor musicals vertelt. Hier bij ons op de bank. Hij heeft al een modellencarrière achter de rug, kan prachtig zingen en is wereldberoemd op de Nederlandse Antillen, waar Joop van den Ende hem wegplukte om onder meer in het Utrechtse Beatrix Theater te schitteren. Ja, en binnenkort schittert hij dan ook nog in Duitsland in de rol van Simba. Ik heb het over musicalster Danny Janga uit Utrecht. Danny, fijn dat je er bent. Ja, dank u wel. Laten we eerst heel even kijken naar beelden van jou. Ja, zeker. Nederland maakt kennis met Danny door zijn rol als Simba in de hitmusical The Lion King. Avond aan avond staat hij op het podium van het Scheveningse Circus Theater. De Utrechtse Danny is inmiddels een van de beste paarden in de sterrenstal van Joop van den Ende. Na zijn hoofdrol in The Lion King mag Danny vogelverschrikker spelen. Een van de belangrijkste rollen in The Wiz. Met The Wiz staat Danny in het Beatrix Theater in zijn eigen stad. Maar nu gaat hij internationaal en verruilt hij de Domstad voor Hamburg. Daar kruipt hij opnieuw in het pak van Simba voor de Duitse versie van The Lion King. Dus nu ga je naar Duitsland. Heb je je koffers al gepakt? Ja, ik verhuis morgen. Ja? Oh, morgen ja. Echt? Morgen. Dus je bent hier echt op het nippertje nog? Ja, eigenlijk. Ik heb daarnet alle doosjes goed dicht gedaan. Alles staat klaar om morgen een nieuwe leven te beginnen. Ja, nieuw leven, zeg je? Ja. Duitsland. Ik bedoel, kun je lekker Duits praten? Rek je je dan Kijk, ik heb tot 2 maanden geleden had ik de audities gedaan. Ja. En het moest in het Duits. Broodje bestellen, dat komt nog. Maar ja, ik heb al een paar dingen genoteerd. Dus wat ga ik in het begin leren? En ik denk, ik heb heel veel vertrouwen. Dus over 2 weken kan ik lekker een broodje bestellen. Dus dat lukt wel. Maar het internationaal is jou niet vreemd, want je bent eigenlijk alles eerder geëmigreerd. Want je komt van Curaçao. Ja, ik kom van Curaçao 6 jaar geleden. Werd ik gevraagd toen ze waren op zoek naar castleden voor The Lion King. En ik moest ook binnen 2 weken een beslissing nemen. En toen kwam ik naar Nederland wonen. En je moest nu ook voor de Duitse rol wel weer helemaal auditie doen. Want je had natuurlijk al wel je sporen verdiend hier in Nederland, zou je zeggen. Ja, kijk, 3 jaar geleden was ik gekozen om Simba daar te doen al. Mm. Maar toen kwam The Wiz. En ja, mijn idool was Michael Jackson. En jammer voor hem. Jammer dat het zo beëindigd is. Ja. Maar toen dacht ik, ik ga gewoon zijn rol eigenlijk hier in Nederland vervullen. Michael Jackson is trouwens ook toen doorgebroken, hè, met die rol. Met de film. Heb je daar nog een soort verbondenheid mee? Vanaf toen ik klein was, had ik meegedaan met een verkiezing. Met Mr. Ken, op zoek naar Mr. Ken. Wat is dat, Mr. Ken? Mr. Ken, dus van Barbie. Oké, Mr. Ken, sorry. Ja. En ik heb gewonnen als, ik ging als Ken Michael Jackson. En vanaf toen ik klein was, toen ik 5 jaar was, beschouw ik hem als een idool. Ja, wat betekende dat voor jou, dat hij overleed dan? Ik denk een nieuwe etappe van showbiz. Hmm. Kijk, je hebt te maken met een legendarische persoon. En nu dat hij niet meer is, dan denk je, wat komt er nu? Mm-hmm. En dus daar ben ik wel benieuwd naar. En voor jou ook een nieuwe etappe. Wat verwacht je van jouw tijd in Duitsland? Hoe lang ga je die rol doen? Weet je dat? Ik heb een contract getekend voor 1,5 jaar. Ik denk ook dat stel, als ze willen verlengen, dat ik graag dat wil. Want ja, Lion King is echt een hele mooie show om te doen. En daarna wil ik natuurlijk terug naar Nederland komen, want ik ben ook bezig met mijn solo-carrière. Ja. Dus dat moet ik ook lekker op zijn pad krijgen. Precies, want je hebt ook nog een band waar je mee zingt en optreedt. Ja, ik heb mijn eigen band. En we treden ook overal in Nederland en ook op Curaçao. Dus dat ben ik ook aan het focussen om musicals en ook solo-carrière. Hey, je hebt je koffers dus al klaarstaan. Je gaat dus weg uit Utrecht. Ja. Dat is ook niet niks. Wat ga je missen? Ik ga alles missen. 6 jaar geleden toen ik hier kwam, was ik net verhuisd naar Nederland. Echt een nieuw begin. Want ik woonde bij mijn moeder. Dus eigenlijk alles moest ik opnieuw en op mijn eigen
gaan meemaken. Je kon nog net een ei bakken. Ja, cornflakes. Nog makkelijker. Ja, dus nu is het voor mij echt een uitdaging. Mm-hmm. Maar mijn hart ligt gewoon op Curaçao en ook in Nederland, in Utrecht. Maar je komt ook nog wel terug naar Utrecht. Ja, dat is zeker. Vanaf september kom ik dan elke maandag, want ik zit met repetitieperiode nu. En ik ben aan het voorbereiden voor mijn show voor oktober op Curaçao. En ja, dan is het zo dat de bedoeling is dat ik elke maandag in Nederland zal zijn. Hoe heet die show in het Duits nou? De König der Löwen. Ach, dat klinkt al heel goed. In ieder geval helemaal piekfijn. Ja. Hey, we vinden het ook fijn dat je af en toe nog terugkomt naar Utrecht. Ja. Dankjewel. Ja, heel veel succes. U. 14 augustus begin met repeteren en morgen verhuis je al. Heel veel succes. Dank heel veel geluk. Dank u wel.